Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, welkom bij weer een nieuwe video. Mijn naam dat is Alta Dylan. En welkom bij weer een nieuwe video. En we gaan hier vandaag zien naar een trailer van FIFA 22 Ultimate Team. En er komt wel iets chic uit, vind ik. Ik heb de trailer even gezien om nog eens wat uitleg te geven. En ja. Dus. Nee. We're starting here with the beginning. And Aslan and I are here to tell you a little bit about the new season of FUT in FIFA 22. FIFA 22 Ultimate Team. Die trailer belooft heel goed te worden. Maar ja, wat weten we nu ondertussen al? Dat gaan we in de video te weten komen. Oké, we weten al meer. De trailer is al oud. Ik ben later op deze video, maar ja. So this year we've Dit jaar in FIFA 22. We're division rivals and FUT champions, and we wanted to give you. Zijn we dus Division Rivals en FUT Champions een beetje aangepast? En ja. More flexibility so that you can compete when you choose. We've got more ways for you to enjoy showing off your unique style on and off the pitch. Ze willen dus meer manieren om je unieke stijl van spelen te laten zien aan iedereen. And we welcome back some of football's most beloved players. En ze willen meer en meer spelers van in het verleden, dus FUT Heroes. Dat ze natuurlijk met Beckham hebben gedaan. Willen die ook terug doen. With the all new FUT Heroes. Building your squad and competing on the pitch are at the heart of FIFA. Oké, wat ze mij willen bedoelen, ja. Dat ze. Ja, ik weet niet. Team. And in FIFA 22, we've completely changed the competitive landscape. Zijn we alles veranderd van FIFA 22, de competitieve vorm ervan. Ik heb ook de squad battles en zo. Daar komen we misschien later op terug in deze video. Division Rivals has an all new seasonal progression system with win streaks, ranks and a new elite division for the best. Dus zoals ze gezegd hebben, win streaks, dat wil zeggen als je meer en meer begint te winnen. Ranks, ja, de ranks van ja, zoals je nu al hebt, rang 4, rang 3, rang 3, rang 2, rang 1, alle ja. En divisies, dat is divisie 10 en dan zo door naar divisie 1. En als je bij divisie 1 zit, kun je door nog naar de elite divisie, waardoor je kunt meestrijden met de masters in het spel. Players in the world. How you climb the ladder has completely changed. Divisions are now made up of stages and ranks. Dus ja, hier zie je al divisie, rang 5, 4, 3, zoals je dat allemaal ziet. A win will advance you one stage, and if you're on a win. En die kleine dingetjes waren de checkpoints. Win streak, you'll progress even faster. Losses will move you back a stage, unless you're on a checkpoint, which safeguards your progress and keeps you at the right level of competition for your skill level. Dat is goed. Dus dan kan ik bijvoorbeeld bij checkpoint nog eindigen. Moest ik mijn win streak nog hebben. And seasons are a new addition as well. Divisions are. Dan willen ze terug seizoenen bij Division Rivals. Allee. Dan willen ze terug met Division Rivals. Seizoenen, dus dat gaat erbij komen. Said at the end of each season, and where you finish. The elite division kunnen ze ook dus. Will determine where you start in the next season. Rewards are a massive part of division rivals. Ze willen dus ook meer en meer rewards halen. Dus ook in plaats van weekly rewards kunnen ze ook monthly rewards of seasonal rewards. Rewards per seizoen. And you'll continue to earn rewards every week. In addition, you'll also earn rewards at the end of the season as well. Winning. Dat is al aangepast. Je kunt ook voor champions spelen in de week. Matches each week will increase your rank within a division and qualify you to earn better weekly rewards.
Every match you play will count towards your seasonal milestone. Het is goed dat je meer en meer reward kunt krijgen. Dat je meer en meer backlog kunt hebben op het einde van FIFA. You'll get end-of-season rewards based on the number of matches you play, regardless of whether you win or lose. Dat is wel duur, je krijgt bij... dan krijg je er hier nog, als je hoger eindigt, krijg je 3 megapacks. The Elite Division goes beyond Division 1. De Elite Divisie gaat dus boven de Divisie 1. Want nu is eigenlijk Divisie 1 de hoogste. Je kunt daar tegen pro's uitkomen. Je kunt daar tegen... E-DVD-spelers uitkomen, tegen streamers, noem maar op. And it gives the game's most skilled players a unique space to compete in. And in the Elite Division, there are no ranks and stages either. You'll play purely for skill rating and a position on... Dus je speelt eigenlijk puur voor skill rating en... Dat vind ik eigenlijk ook wel goed. Dat je niet tegen toxic spelers uitkomt bijvoorbeeld. Dat je niet altijd verliest en... Ja. The global leaderboard. And you'll earn rewards while competing at the top level. Ultimately, with the potential to qualify for the FIFA Global Series. Je kunt dan de FIFA Global Series kwalificeren. En dat zou ook wel een goede ding zijn voor de top van de FIFA. Ik hoor er natuurlijk niet onder, maar voor de top van FIFA gaat dat wel perfect zijn. Wow. De Champions komen ze nu. FUT Champions is now a two-tier competition that works around your schedule. Start off with the FUT Champions playoffs during the week, with a chance to qualify for the FUT Champions finals. When you're ready, you can in the week of FUT Champions spelen voor je te kwalificeren voor het weekend, voor de eigenlijk de uiteindelijke weekend league. Dat vind ik ook wel perfect, want dan maakt iedereen eigenlijk kans voor de weekend league te kunnen spelen. Ready, take part in the finals during the weekend. It's a points-based system with some of the best rewards on offer in FUT. As we know, FIFA Ultimate Team isn't just about the game's current superstar. DK Hill, dat was echt een goede speler. Het is goed dat ze die als FUT hero hebben gebracht en niet als icon. Heroes give you new squad building opportunities with league specific chemistry that ties to their real world club at the time of their heroic display. And recreates those nostalgic moments that earn FUT Heroes a place in football folklore. FUT Heroes chemistry is unique, providing a club link to any players from the same league, along with a normal... Dan kun je eigenlijk de groene link halen, bijvoorbeeld als je die van de Premier League hebt, dat is... Ik weet niet wie dat is, maar dan kun je een groene link halen, bijvoorbeeld met die Christensen, Trent, doe maar op. League link. FUT Heroes will link with each other based on the fact that they're in the same FUT Heroes club. And FUT Heroes will also get the same nationality bonus that other players get. Last year stadium customizations. Daar gaan we ook over hebben. Vorig jaar, FIFA 21, hebben ze dan stadium customizations ingebracht. Wat wil zeggen dat ze dan dat je stadium kunt aanpassen. Introduce the FUT Stadium, a home ground that let you show off your unique style for your club. This... Bij mij staat er dus in mijn stadion de tyfus van de Noagel. And up. This season, we're taking it a step further, giving you a chance to add even more of your personality to our one-of-a-kind FUT Stadium. You'll be able to show off your unique style from the pitch side and even to the new VIP area, enhanced crowd elements like flags, cards... That's all good. We can do that with a new shared seasons between Volta Football and FUT will keep... Volta and FUT are also going to go together. Nice. Giving you even more ways to make over your club with fresh new theme content like kits and tifos available to unlock throughout the year. Plus, find your perfect combination more easily with the improvements we've made to item management and search functionality, which make it easier to get the look you want in FUT 22. En nu gaan we naar co-op public matchmaking. In FIFA 21 hebben ze ook co-op ingebracht. Dat is eigenlijk een heel goede ding geweest, want ik heb dat in het begin heel veel gespeeld met co-op, samen met Sven. En in het begin eigenlijk onder Division Rivals co-op gedaan. Nu ga ik dat misschien ook nog doen in het begin van FIFA. Met Division Rivals co-op met Sven of met iemand anders. Maar nu kunnen we dat als publiek doen. Co-op public matchmaking is a new way to experience FUT co-op. You can play with other members of the FUT community and try out new players and squads built specifically for the mode. FUT 22 brings back all the features that make FUT our most popular game mode.
your ultimate team will look, play, and feel even more unique to your style of play in FIFA 22. Damn. Ik vond deze trailer echt goed. En ja, zoals je ziet, er gaat heel veel veranderen in FIFA 22. En ja, deze FIFA, ik ben er hyped voor. Ik ben er compleet hyped voor. FIFA 22 wordt mijn FIFA. FIFA 21 op het einde is ook mijn FIFA geworden, want ik heb een 192 team gehaald. Wat ik eigenlijk in elke FIFA niet meer had. Dus ja, het is eigenlijk een goede FIFA geweest voor mij. En hopelijk FIFA 22 ook zo goed. Maar bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Dylan altijd Dylan. En tot de volgende keer maar weer. Waarschijnlijk vrijdag. Want deze video komt nu op dinsdag online. Maar ik graag nog een deze video nog wel online krijgen. Omdat het anders te laat is. Anders FIFA 22 al laat.